probleem waar we aan werken is voedselverspilling. Ja, want er wordt heel erg veel voedsel verspild in de wereld. En dat voedsel kan ook worden gebruikt voor degene die het meer nodig hebben. Dit is een, zeg maar, een prullenbak. En in deze prullenbak kan je groentenrestafval, zeg maar, gooien. En die komt dan in een koeler gedeelte terecht. En dan daaronder is, zeg maar, een plekje. Daar worden ze gestampt en wordt het groente, zeg maar, een gemixte groenteschijf. En dan komt het uiteindelijk met deze truck, milieuvriendelijke truck. En die brengt het dan naar de boerderij. Nou ja, dan krijgen de dieren eten. En wordt het eten niet. En dan wordt het groente niet verspild. Het is, zeg maar, goed omdat wij mensen verspillen heel veel eten. En dat kunnen we dus beter gewoon gaan gebruiken. Want ten eerste, het eten wordt niet verspild, het is gewoon weggegooid. En ten tweede hoeven boeren dan geen goedkope eten helemaal ergens uit Zuid-Amerika te laten komen. Voor veevoer, want dan heb je gewoon alleen dit. En dat brengt alles gewoon daarin. Dan heb je gewoon gemixte groenten en dat vinden dieren denk ik wel lekker. Je doet dit niet elke dag van je leven. Maar als er zo mensen met hele hoge functies zijn en die goede dingen doen voor het milieu en zo, en die dan naar jouw ideeën luisteren, dat is best wel leuk eigenlijk. Het is wel gewoon echt logisch om zo'n prototype te maken om te laten zien van ja, dit is wat ik bedoel. Je kan je idee beter uitleggen als er echt ook iets is waarmee je even kan laten zien van ja, het ziet er ongeveer zo uit. Dat ik dan zomaar mensen uit een ander land kon zien die ook zulke dingen deden, die ook hun eigen ideeën hadden. Als je Nederland ziet, dan zoek je zomaar inspiratie voor iets. En dan komt er niet opeens iemand uit Afrika bellen en zegt jij kan dit en dit doen. Dus ja, het was interessant.